Twee gestolen schilderijen van Vincent van Gogh zijn terecht. De grootste schade aan het schilderij is de linkeronderhoek, waarbij een deel van de originele drager, het papier, en de verflagen daarboven verloren zijn gegaan. We hebben gelukkig nog fotomateriaal waarop het schilderij nog te zien is met de linkeronderhoek intact. Dit is een detailopname van de lacune in de linkeronderhoek, waarbij het licht van deze kant over het oppervlak strijkt. En daarmee zie je de verfstructuur van Van Gogh zie je daarin heel goed terug. En ook de moeilijkheidsgraad om die penseelstreken dadelijk precies weer terug te brengen. Ik hoop eigenlijk dat mensen naar het werk kunnen kijken zonder naar de schade te kijken. Basically, we're training the computer to say, this is what Van Gogh's brushstrokes look like. And then please fill in with something that looks like Van Gogh's brushstrokes in this color. Wat Danielle doet is, die probeert een 3D-print te maken van wat het ooit geweest is. This line here, where it's the brightest, is the surface. And so this is the canvas, and then you have this paint layer up here. That's the edge, right, where the loss is, yeah. So where the paint is intact, we want to accurately map that texture so that we can use it to infill and create a mold for the conservators to use here. Het hele idee is van zo'n 3D-print is dat het objectiever zou zijn dan dat ik het zelf doe. Want anders zou ik de foto's van voor de roof naast het schilderij houden. Ik zou kijken naar hoe de penseelstreken lopen en dan zou ik daar mijn interpretatie aan geven. This is terrific. This is one of the best weeks that you have as a scientist, especially at the Fakko Museum. It's pretty spectacular. Het is wel een heel uniek project. Dit doe je natuurlijk niet heel vaak. Helemaal niet dat je er zoveel tijd voor krijgt en de mogelijkheid om met anderen samen te werken. Dus ja, dat is wel heel bijzonder. We hebben testen met verschillende vulmaterialen gedaan en testen met verschillende mallen. Want ook de mal is van, het type mal is ook van invloed op hoe de vulling eruit komt en hoe de vulling eruit gaat zien. We zijn eerst heel groots begonnen om te kijken van hoe gaat het profiel eruit zien en wat zijn een beetje de basic eigenschappen die je wilt hebben. Wil je het opaak hebben, wil je het transparant hebben, wil je het rigide hebben of wil je het flexibel hebben. En vervolgens zijn we wat kleiner gegaan en heeft zij met verschillende diktes malletjes gegoten met opstaande randjes en niet. En nou ja, uiteindelijk met zoveel testen kon ik dan aangeven van nou, ik wil deze dikte, ik wil deze flexibiliteit, ik wil wel of geen coating erop. Ik ga nu de mal vullen met het vulmateriaal voor de reconstructie. Ik heb heel veel testen gedaan op zoek naar de ideale vulmiddel. En het stuk wat ontbreekt is flinterdun, dus de uiteindelijke vulling moet heel erg dun worden. En daarin zit eigenlijk meteen de complexiteit, omdat het heel snel afbreekt als je het dun aanbrengt in de mal en als je het afdunt. Dus dan ontstaan er gewoon heel snel scheurtjes en barstjes en breken de randjes af. Er is wel een moment geweest dat ik heb gedacht van we komen er niet. Dit is zo complex. Ik kan het beter zelf doen, op de traditionele manier. Uiteindelijk hebben we nog één poging gedaan en zijn we toch tot een resultaat gekomen waarvan ik dacht van nou, dat komt heel erg in de buurt bij wat het is geweest. Dit is een formule die zeker voor andere schilderijen ook werkt, ja. Het is gewoon een heel fijn, prettig, flexibel materiaal, stabiel. Het is reversibel, dus het kan ook weer eenvoudig verwijderd worden, blijft oplosbaar. En nu hebben we een hele mooie mal die een hele goede benadering is van wat het is geweest en heel dichtbij komt bij wat het is geweest. Maar alsnog heb ik het wel met de hand hier en daar nog moeten aanpassen. Toch omdat ik dacht van nee, dit is net niet precies genoeg en deze lijn vind ik toch wel heel erg belangrijk in het profiel van de verf.
Van Gogh heeft het schilderij gemaakt in olieverf en deed dat op het strand terwijl de storm over de zee raasde. En daardoor zijn er ook zandkorreltjes in de verf geraakt. Nou ja, dat doe ik niet. Ik doe dat probeer ik niet na te bootsen. Ik gebruik ook geen olieverf, omdat dat na veroudering ook verkleurt en onoplosbaar wordt. Ik retoucheer naar wat het is geweest, zodat mensen het niet hoeven te zien. Maar je blijft het altijd wel zien als je goed kijkt. Ja, ik pretendeer niet dat ik het onzichtbaar kan maken. Wat ik eigenlijk heb geprobeerd met al mijn werk is om de spontaniteit van Vincents werk te vangen. En de crux zit hem erin dat ik daar dus heel lang over moet doen. Terwijl hij dat heel snel in een uurtje of wat heeft gedaan. Ik heb niet het gevoel dat ik een stukje van Gogh heb gemaakt. Absoluut niet. Ja, het is wel een hele reis geweest en het is heel bijzonder, want je raakt heel vertrouwd met het werk en daarmee met Van Gogh.